En ja, ik ben heel erg laat en dat heeft redenen. En ik heb aan anderen geen verantwoording af te leggen. Nee, dat denkt er eentje dat ik dat steeds wel heb te doen. Die beweert me dat ik van een nacht een dag maak of van een dag een nacht. Nou nee, helemaal niet. Maar ik heb aan een ander geen verantwoording af te leggen, zo simpel. En ja, het raam is tot zover leeg. Ik heb twee boksen naar beneden nog moeten halen ervoor. Maar ze zijn allebei nog niet vol. En ik ben lang niet in orde. Last van mijn maag, last van mijn hoofdpijn. Dus ja, ik red het niet vanavond op om het helemaal leeg te krijgen. En de ramen nog eens een keer te lappen. En nog een vlog in elkaar te zetten. Dat gaat het echt niet worden. Ja, die ligt daar ook te wachten. Rijke die is aan het eten. En waarom die daar ligt te wachten? Nou, we gaan zo meteen even lopen als die klaar is daar. Ja. En ja, ik ben heel erg laat en dat heeft redenen. En ik heb aan anderen geen verantwoording af te leggen, nee. En dat denkt er eentje dat ik dat steeds wel heb te doen. Die beweert me dat ik van een nacht een dag maak of van een dag een nacht. Nou nee, helemaal niet. Maar ik heb aan een ander geen verantwoording af te leggen, zo simpel is dat. Ja. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zondag de 14e van de eerste 2024. En we leven al reeds om 4 minuten over 4. Nee, niet waar, 6 minuten over 4. Maakt niet uit. Ik ga zo meteen nog wel aan het werk, maar ik ben niet in orde. Nee, ik wil het raam leeg hebben. En dan hoop ik dat ik ook aan het lappen toe kom. En dat ik raamfolie op kan plakken, et cetera. En anders mag het lappen morgen Willy wel doen. Ja, als er geen zonnetje op schijnt. Ja, ook dat nog. Ik wil het niet hebben wanneer de zon schijnt en dan krijg je strepen, weet je wel. Nou, dat wil ik niet hebben. Nee. Waar je het ook mee doet, je krijgt strepen. En dan kunnen ze wel zeggen van nee, dat is niet waar, want dan doe je het, moet je dat en dat. Nee, ik heb strepen. Ik zie dat zelf en ik hou ook niet van. Als je raam schoon wilt hebben, dan moet je het schoon hebben. En niet vol met strepen en weet ik veel wat. Kijk, ik heb krassen in mijn ruiten. In de tuindeur zit een kras. En in het raam aan de kant van de televisie zit een wit vlekje. Daar is vorig jaar met de feestdagen de trap nog tegenaan gegaan. Ja, toen was er een bal kapot. Dat was toen, geloof ik, die roort, die hing daar. Ja. Dus ja, dat dus. En dan komt dit jaar weer aan het einde met de feestdagen. Die groene, tenminste, ja, groen. Aan deze kant en die roze weer aan die kant. Dan moet ik weer om die trap denken, hè. Ja. Maar ja, in ieder geval, ik wil proberen het raam leeg te krijgen. Ik heb de box al meegenomen waar de engeltjes sowieso in moeten. Ik heb de box klaargezet waar ik ook die piramidesdoosjes in zag liggen. Dus die staat op de overloop. Dus ja, dat dus. En ik ga nou lekker even met meisjes eruit kijken of dat ook een beetje helpt. Ik voel me niet echt een jutje van het etje. Nee. Dus, maar ja, komt allemaal nog wel. Het is, die zegt 5 graden. Die nou ook. Net stond er 6. Even kijken, hier is het ook 5 graden, gaan we eventjes. 4 graden! Het voelt aan als 0. Zo dan! Durgels even niet. Maar in ieder geval, maakt verder niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag. Want het, ja, het is wel, ja, het is bewolkt, maar ik zie ook een heleboel blauwe lucht. Dus het komt allemaal wel goed. Ik zal ook nog even bij buienradar gaan kijken.
Kijk of daar ook wat is. Een heel klein laag puntje zie ik komen. Ik weet niet of jullie het zo ziet. Ik zal even bij die van mij kijken, die ik betaal. Ja, daar is die wat hoger. Die is ook beter te zien, hè? Zwarte achtergrond. Maar ook UNWX, oftewel de alarm. Nou, wat hebben we? Gladheid. Waar? De wegen zijn droog. Dus waar is het glad? Waarschijnlijk vandaag. Om 22 uur tot 12 uur verlenging. Gladheid. Vanwege bevriezing van net de weggedeelte. Ja, nou moeten ze uitkijken, hè. Nou ja, het hele gebied, hè. Alles wat geel is. Moet uitkijken. Ja, lol. Ja. Zelfs in de, ja, behalve Brussel niet, maar jeetje, alles is geel. Een paar stukjes groen. Dus ook in Den Haag. Ik weet niet of jullie dat allemaal kunnen zien. Ik zie, ja, zo zie ik het wel. Dus ja, en ook nog naar beneden. Ja, doe maar. Ja, nou, laat maar, dat hoeven we niet meer te zien. Dat is niet hier. En dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Nou, zoals jullie kennelijk hebben gehoord, ligt die te snurken. Die is wakker. En ja, het raam is tot zover leeg. Ik heb twee boksen naar beneden nog moeten halen ervoor. Maar ze zijn allebei nog niet vol. En ik ben lang niet in orde. Last van mijn maag, last van mijn hoofdpijn. Dus ja, ik red het niet vanavond op om het helemaal leeg te krijgen en de ramen nog eens een keer te lappen en nog een vlog in elkaar te zetten. Dat gaat het hem echt niet worden. Ook kwam onverwacht, geheel onverwacht, heel even, als bliksembezoek Mary binnen. Die heeft nou eindelijk haar cadeautje en haar kerstkaart. Wel wat laat, als er vast voor het volgende jaar. Ik ken ook wezen dat het vroeg is, ja. Ze kan er ook niks aan doen dat ze ziek is en onderweg is om ziek te worden of te zijn, ja. Ze is nog een, in mijn ogen nog steeds niet in orde, maar ja, wie ben ik, hè? Ik ben geen dokter. En naar een dokter gaan doe ik ook niet. Nee, ik begin er niet aan. Zolang het niet hoeft, hoeft het niet. En ik vertrouw hem ook niet. En dan kun je wel zeggen, ja, een andere arts nemen, ja, dat gaat nogal moeilijk in deze tijd. Alle dokters zijn bezet. Ja, die hebben er overvol. Dus overstap is er niet bij. En ten tweede, naar welke dokter moet je dan als er geen één meer te vertrouwen is? Ja, daar zit je. Ja. Dus, ja, en dat lampje wat nog op de vensterbank staat. Dat komt uit een kaars vandaan. En dat was nog het enige wat heel was. En die kaars was in lichtlag gevallen. Dus ja, dan heb ik dat lampje nog. Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. Ja, toch? Maar voor de rest, ja, ik heb ook al wat van de televisie afgehaald. De engeltjes en het porseleinen kerststalletje. En dus, nou ja, in ieder geval dat zit allemaal weer vol, die doosjes. Dat zit er allemaal weer in. Nou, hier behoort het. Kerstster die er voor het raam hangt. En hier hoort het kerstlampje in. Wat in die kerstster weer zit. Dus ja, dat dus. En oh, jullie willen het niet weten. Oh jee, oh jee. Nee, dan gaan we morgen er wel mee verder. Ik zit de stoel weer even op zijn plek. En ik ga een hapje eten. En een bakje koffie doen. En dan is het weer een vlog in elkaar zien te zetten. Ja. En die meisjes die zijn peewakker. Peewakker, kind.
ben je zomaar in ene wakker. He, je lag zo te snurken, je lag helemaal ver weg. Ja. Rijka is al wakker, hè Rijka? Ja. En dus. Nou, we doen de deksels er even op. Die hoort hierop. Er staat wel elektra op en slingers en keukenversiering, maar dat is lang niet meer. Nee. En die kan daar even op. En die daarop. Even dicht. Jij ook dicht. Jij dicht. En nou is het zwaar om dat met één hand op te tillen. Terwijl ik zit. Nu zet ik ze op elkaar, zeg ik ze even. Dat weet ik van wanneer. Ja, kan. Die stoel gaat er weer. Ja, dan zit ik ze naast mijn bureau. Ik zet ze even naast mijn bureau neer. Ja, dat kan ook allemaal nog. Dan zet ik eerst die stoel op zijn plek. En mijn heks even op de vensterbank. Zo, kind, ga jij daar maar mee, hoor. Zo, dan gaat deze stoel naar achteren van mijn krukje op. Ja, zo, dat is één. Nou, deze stoel op de plek. Ja, het blijft zo echt niet staan, hoor. Oh, niet waar. Kan Rijka er desnoods nog achter in de eigen box die erachter staat. Zo, maar het staat er eventjes aan de kant. Ja toch? Ja. En er staat er weg nog wat onder mijn bureau. Daar hoort eigenlijk mijn... Er hoort eigenlijk een lamp in die buiten stond altijd. Maar er hoort een carousel nog in. Ja, maar ja. Die carousel die gaat niet opgeruimd worden zover ik het in mijn hoofd heb. Omdat die kadoek is. Ja. En daar baal ik wel enorm van. Maar wat doe je eraan? Twee keer niks. Haha, en nou, mensen. Zo, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Gaan wij ook aan deze kant doen, ondanks dat ik niet in orde ben. Maar we gaan het wel doen. En ik moet de vlog in elkaar zetten. En ik moet eten. En ik wil een bak koffie. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een klein beetje mee. Doei, doei, doei. Elfie. Elfie. Doe dat niet, hoor. Hij komt naar me toe. Hé. Hey. Elfie. Hé, hey, knapperd. Dat is niet. En dan ga ik nog een knapperd, hoor. Ja. Heel lief, ja. Nou, ik heb een vlog in elkaar gezet. Die is bezig up te loaden. 71% op YouTube. Ik heb een emmer op de tafel staan met de gouden ballen uit de boom. Daar heb ik de box staan en daar moet het in. Ja, de doos van de piek ligt er bovenop. Dus dat gaan we doen aan deze kant. En ja... Misschien dat ik nog iets van de ramen afhaal. Maar wijze van spreken, de stickers, et cetera. Ik weet het allemaal nog niet. Moet wel ook het spul vinden waar het weer in moet, hè. Ook dat nog. Ja. Dus, maar ja, ik ben nog steeds niet helemaal wat ik wezen moet. Kan ik ook niks aan doen.
Nee, daar kan ik zeker niks aan doen. Je hebt allemaal wel eens een periode dat je niet in orde voelt zoals nu. Hoofdpijn is wel gezakt, maar ik ben ook zo heel erg moe alsof ik een marathon heb afgelopen. Nee. Maar in ieder geval, ik ga eventjes de televisie overzetten, want daar is niks aan wat ik nou zie. En dat wil ik ook niet zien, dus ja. En ja, we zullen zien wat we komen te gaan doen. In ieder geval, laat het jullie wel merken. Ja, doe ik niks. Laat ik het jullie ook merken. Doe ik wel wat. Ja, die ballen, die emmer gaat leeg. Dat sowieso. Ja, dat gaat leeg. Zo simpel. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van de avond, want dat is het nog wel. Hoe laat leven we eigenlijk? 22 uur 8, dus 8 minuten over 10. Ja. Dus, het is nog bij tijd. Ja, ik krijg de vlog dus bij tijd af. Ook dat. En het programma kan ik trouwens ook al sluiten, want die heb ik niet meer nodig vandaag. Wat een idee. Die kan ook gesloten worden, die map. Ja. Dus dat dus, ja. En nou zit de grote dame weer daar. Wat ben je allemaal van plan? Hé, wat ben je allemaal van plan dan? Wat ben je allemaal van plan? Hè? En het draait als een raket. Oei, oei, oei. Ja, want daarom bouwen jullie ook meteen weer naar binnen. Het regent niet, maar het waait. Hè? Ja, het waait. Het stormt, zeg maar. Ik ga zo eens even vragen aan Google hoeveel graden het is en wat de gevoelstemperaturen zijn. Daar staat bewolkt, 4 graden bewolkt, maar ik zie sterretjes. Dus ja, ik weet niet. Als ik een heleboel sterretjes in de hemel zie, dan is het ook niet bewolkt in mijn ogen. Want ik had de deur open, want de dames waren even buiten. En dus, maar oké. Okay. Hé, want dat moeten we ook nog weer doen, hè, voor we naar bed toe gaan lopen. Ja. Maar dat komt ook allemaal goed. Zover is het nog niet. Nee. Ik zou zeggen, geniet ze, tot later. Ja, daar zit mijn grote meid. En daar is mijn kleine meid. En wat gaan we zo doen? Een beetje toe, hè. Ja, een beetje toe, hè. Maar eerst wat lekkers. Ja, want dat hebben jullie wel verdiend, hè. Ja, we gaan eerst wat lekkers pakken. Ja, moet je wat lekkers. Oh ja? Maar jij wat lekkers dan? En Rijka ook? Rijka ook wat lekkers? Maar jij wat lekkers dan? Oh, allebei wat lekkers? Ja hé. Ja, maar dan heeft vrouwtje 2 handjes nodig. Ja, dus we gaan eerst even afsluiten vandaag. Deze dag. En deze mooie, bijzondere, gekke, achterlijke dag. Ja. Wat voor dag was het vandaag? Zondag. Ja. En wat hebben we gedaan? 2 keer niks. Ja, oké. Ik heb de boel opgeruimd verder. De ballen in de bak gedaan. Hé, die staat alweer in de gang. Joh. En dan gaan we morgen weer verder proberen. Hopen dat ik me morgen beter voel. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden. Dat zien we straks alweer over een aantal x uurtjes. Ik ga eerst slapen, want het is alweer 2:15. En ja, het is weer mooi geweest en ik ben moe. Ik ga lekker een warme kruik maken, de deur is op slot. En even wat lekkers pakken, wat ik al zei. En ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker. Mooie dromen, gewenst voor iedereen. En een beetje meer geluk. Want ik hoor verhalen van sommigen en dan denk ik, oh, dat je de politie daar niet bij haalt. Ja. Maar ja, wie ben ik? En ja, je durft het eigenlijk ook niet meer in deze maatschappij. Want kinderen worden ook ontvoerd door de hogere pieven. Dus ja, je durft het gewoon niet aan te geven allemaal. Maar het moet toch gedaan worden, want het mag niet ongestraft allemaal gebeuren. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Dus ja, gewoon lekker slapen gaan. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons de wacht. En ik zeg daarom graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!